Sommige mensen zullen de RZA misschien kennen van de Wu-Tang Clan. Hij houdt heel erg van kung fu films en dus heeft hij er een gemaakt, The Man with the Iron Fists. Ja, dit is iets wat hij wel vaker doet. Dat die gasten van de Wu-Tang Clan van kung fu houden, dat, ja, dat is een beetje onnodig om uit te leggen. Dat ga ik verder geen woorden aan vuil maken. De RZA die is al langer bezig met films. Zij het in de vorm van muziek maken voor films. Ja. Of echt een wat grotere rol spelen bij de film zelf. Ghost Dog, Forest Whitaker. Ja. Dat vond ik een interessante film, omdat dat wel gewoon Amerikaanse setting had. Ja. En daar speelden ze met Japanse thematiek. Daar zat hij ook zelf niet in. Nee. Dus dat scheelt. En nu maken ze een film, Quentin Tarantino produced. Ik vraag me af hoe dat gegaan is, want de RZA belt dan Quentin Tarantino op en die zegt... Ik zat kom even net één dag op de set kijken en dan zet ik je erbij als waarschijnlijk producer. Ik zat mijn Shaw Brothers Collection uit de 70s weer eens te kijken en ik wil gewoon zo'n film maken. En Tarantino zegt, ik bel wat mensen en dan zoek ik wat geld bij elkaar. En dan doe jij een ding met kung fu en dan zet ik mijn naam er wel boven. Nou, en dan regelen we nog even wat bekende namen. Lucy Liu, Russell Crowe. Weet je, en dan, er zit wel wat achter. En allemaal kung-fu gasten die toch wel, weet je, die Corey Gwen en zo, zit wel, choreografie-wise zit, dat is er ook wel echt aan gewerkt. Ja. En dan laat je het allemaal regisseren door de RZA. Die het ook heeft geschreven, het hele verhaal. Ja, laat je het schrijven en regisseren door de RZA. Hij had ook niet echt tijd meer om de muziek te doen. En hij speelt erin mee. Hij speelt ook, dus hij heeft nog wat oude Wu-Tang nummertjes, heeft hij er tegenaan geflikkerd. Ja. Hij heeft nog een beatje gemaakt hier en daar en toen was het een RZA-film. Ja, en dan moet ik, en dat werd al heel snel duidelijk tijdens de film, aan het eind gewoon concluderen dat een RZA-film niet voor mij is. Als dit niet een RZA kung fu film. Want aan de ene kant ga ik gewoon een enorme zeikerd zijn wat dit soort films betreft. Als het niet echt Hongkong produced is, ga ik het al heel snel kut vinden. Want dan zijn er scènes met allemaal martial arts characters, allemaal Chinese acteurs die dan Engels praten. Ja. Daar heb ik gewoon moeite mee. Ik kan dat gewoon niet verkroppen. Nou, hij dacht gewoon, fuck it, weet je. We gaan deze gasten ook nasynchroniseren, 70's taal. Want die gasten spreken echt niet allemaal zo goed Engels. Nee, maar je ziet het er niet aan af. Nee. Ze hebben er geen spoof van gemaakt of zo. Dat hadden ze dan nog beter kunnen doen. Eigenlijk wel. Maar, ik vind het een hele weirde mix. Omdat je dan scènes hebt die heel erg traditioneel zijn. En dan heb je de RZA en Russell Crowe die daar doorheen wandelen. En het ene moment zit er hele wansmakelijke hip-hop achter bepaalde scènes. Het andere moment traditionele muziek. En dat is ook een beetje het gevoel wat ik erbij heb. Want er zitten visueel echt wel mooie scènes in de film. Ja, maar dan de kanttekening. Want weet je, die dingen die jij noemt heb ik allemaal niet zo moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb is dat ik vind dat de vechtscènes niet heel goed in beeld gebracht zijn. Nou, en dat ik heel vaak het idee heb dat de shots missen. Sommige... Je hebt heel overduidelijk van die scènes. Dan zie je de RZA door een steeg redden. En het volgende moment klimt hij heel rustig door een raam. En dan heb je zoiets van, dat had gewerkt. Maar er mist gewoon een shot tussen. En dat doet hij heel vaak. En dat is ook dat een budget ding. Dat is niet alleen hoor, maar het is ook... dat die hele trend van tegenwoordig dat je non-martial arts acteurs heel goed martial arts kunt laten doen in beeld, met trucage. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, dat is ook niet zo. Matrix, weet je, had goede momenten, maar Charlie Angels. En je ziet nu ook, als er dan scènes zijn met Lucy Liu of met de RZA, ze kunnen het niet. En dan zitten er een paar acteurs tussen die het echt kunnen. Ja. En dan zie je het gewoon. Je ziet zo'n verschil. Je ziet het in de plaatsing van voeten, de choreografie. Daar straalt het van af. En die andere momenten is het gewoon knullig. Ja, en het probleem daarmee is ook nog dat omdat ze die gasten gebruiken die het niet kunnen, moeten ze het op een bepaalde manier filmen. En ziet het er allemaal heel erg onoverzichtelijk uit. En dan zie je dus door de editing en door de kadering van wat je ziet, mis je heel vaak het overzicht van wat er aan de hand is. En dat is zeg maar wat ik vind wat een goede kung fu film is. Dus als de vechtscènes overzichtelijk en toch heel vet. Maar dat geldt voor actie in het algemeen. Ja. Want er zijn ook een heleboel, weet je, big budget Hollywood movies.
waar er heel vet actie in zit, maar dan zie je het niet, omdat ze dat je er een zootje van hebben gemaakt. Ja. En in een, bijvoorbeeld in District 9 zit ook hele brute actie in, maar dat kan je allemaal volgen. Ja, maar dat is ook wel het verschil tussen een goede en een slechte regisseur. Ja. In ieder geval een actieregisseur ja. in dit geval. Nee, precies. Want misschien kan de RZA wel een hele vette romantische comedy maken. Het zou zomaar kunnen. Nou, misschien moet hij dat doen. Maar gaat ik gewoon ik, samen ik, met Tyler Perry. Bang, ik hoop niet dat hij er dan ook in gaat spelen, want ik kon hem, ik zie gewoon de hele tijd een stoned rapper. Ik vond hem, en ja, maar dan, hij doet ook nog eens die voice-over en hoor je hem zo mompelen. Zo ja. van, oh, het was een zware tijd in de jungle stad. En dan heb ik zoiets van, ja, gast, alsjeblieft, weet je. Ja, ik, ten eerste heb ik geen uitleg nodig, want het is toch niet alsof het plot enig sens maakt. En ten tweede, die nou stem ja. van jou, daar val ik van in slaap. Als ik dat wil, dan ga ik zelf wel mompelen. Hij is wel redelijk hersendodend saai, inderdaad. Maar als je dan kijkt, dan, weet je, hij heeft het dan geschreven. Het gaat om een lading goud. Meerdere clans die daarom strijden. En hij is blacksmith die getalenteerd is met het maken van hele bijzondere wapens. Die komt er natuurlijk tussen te zitten. En ja, goed, uiteindelijk, omdat hij ook als personage een rol speelt in de climax. En ook bij een eindgevecht. Dat komt gewoon niet uit de verf. Want nee. hij kan dat niet op dat niveau. En dat ik ook niet. Daar heb je gewoon martial arts gasten voor nodig. Dat train je 30 jaar voor. Ja, weet je, dat zijn die gasten die dat soort films altijd maken. En als je dat soort films kijkt, dan je houdt daarvan en je gaat dan dit kijken. Het is Mortal Kombat. Dan heb je wel zoiets van, dan heb je dat omslagpunt dat op een gegeven moment dat ik het wel weer heel grappig begon te vinden. Omdat dan heb je Russell Crowe, die zo ontzettend vet is geworden dat hij zijn shirt niet meer uit durft te trekken. Dan heb ik zoiets van, ja, weet je, eigenlijk is het hilarisch wat hier aan de hand is. Ik vond het hilarisch dat hij zoveel geld heeft. Russell Crowe is de nieuwe Christopher Lambert. Die is gewoon... Dit was Mortal Kombat, hij was Raiden. Ik had echt zoiets van, oh, nee, dude, maar ik denk dat Russell Crowe, die gebruikt gewoon het Michael Caine-principe van acteren. Michael Caine zegt ook altijd, als je me kunt betalen, kom ik. En soms pakt dat heel goed uit, want Michael Caine is een hartstikke goed acteur. Maar en soms heeft hij zoiets van, oké, dit is een paycheck, dat is een kutrol, ik lees wel even wat zinnetjes op en dan ben ik klaar. Ja, er is een hele formule al denk voor, ik wel dat in Hollywood, hoeveel percentage kut mag zijn van je films. En ik denk eigenlijk dat, hoe heet het, dat Russell Crowe, die lag, moest voornamelijk de film in bed liggen met een paar hoeren. Dus ik denk dat hij zich best vermaakt heeft. Ja. Maar weet je, die ging daarna lachend naar huis met zijn paycheck flapper. Dus ik had zoiets van, ja, weet je... Ja, maar dat hij Christopher Camembert nadoet, prima. Maar ja, weet je, hij is wel... Ik bedoel, Russell Crowe is wel een beter acteur dan dat. Ja, dat wel duurder acteur. Ik denk niet dat hij... Dan kan ik niet wachten dit op Fortress 5. Maar ik heb wel... als ik hier naar kijk, ik vind het zonde, want sommige scènes zijn vet. Er is vooral één guy met die blades. Ja. De zoon van de Gold Line, die wordt vermoord. Die kan het gewoon. En die zit in een paar scènes, die zijn echt tof. Ja. Die zijn mooi gefilmd. Maar dat zijn de scènes waar alleen maar Chinezen in zitten. Ja. Ja, en dan weet je, zijn er ook momenten dat ze de juiste muziek gebruiken. En dan daarna, weet je, dan loopt die stoned rapper weer in beeld. En dan komt er een of andere ongelukkige beat. Is er een voice-over dat die... dat je het idee hebt dat je Afro Samurai aan het kijken bent. Beetje, omdat je hem zo te haten bent, heb ik een beetje het idee dat ik hem moet verdedigen. Ik doe eindelijk met je mee. Ja, want jij kan wel zeggen van, ja, oké, dan komt die stoned rapper weer. Maar die scènes die jij tof vond, die heeft hij ook gered. Ja. Maar dan vind ik het dus jammer dat... Dus misschien kan hij wel gewoon een vette kung fu film maken. Als hij hem niet schrijft, de muziek maakt, of erin speelt. Als hij het in het Engels wil doen... Laat hem dan iets bedenken wat gewoon een westerse setting heeft. Bulletproof en monk. Geïnspireerd. Ja, maar dat was ook weer met een monk. Laat dan alle Chinese, Aziatische thematiek links. Weet je? En maak maar een dan soort is het van... heel raar. Dan heb je opeens allemaal soort van Wileys die dan heel goed zijn in kung fu. Nee, maar bedenk een andere vechtstijl. Doe iets, bedenk iets. Wees creatief. Doe iets anders. Oké, nou, ik zal hem even mailen. Ja, schrijf hem even een brief of zo. Ja. Nee, maar ik vond dit gewoon... Ik vond hem al kut, hoor. Ik vond het teleurstellend. Slecht. Ja. Ik was hier al bang voor toen ik de trailer zag. En ik wist het al toen ik de trailer zag. Ja, nou goed. Jij wist het al en nu weet ik het ook. Het was een redelijke boutfilm. Jammer, maar helaas.